Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering van de PL Modpack. Jongens, we zitten hier in de PL Modpack en ik weet in godsnaam niet wat dit is. Wat de hel is dit? Een klein cadeautje van mij in hem van Erwin. Regeneration, laat me weten als ik hem moet verplaatsen. Ik heb weer geen flauw idee wat het is. Het geeft me regeneration, blijkbaar. Ik zie het alleen niet en I don't know. Ik denk dat het best wel cool is. Erwin, kan ik hier tussen iets neergooien, om zo te zeggen. Kan ik hier gewoon een platformpje maken? Bijvoorbeeld gewoon, yo, hey, ik ga hier gewoon Jungle Woods tussen doen. En dan kan ik hier boven lopen en dan werkt alles nog. Is dat mogelijk? Zo ja, dan kan hij blijven staan. Want dan is het denk ik best wel vet om een platformpje ermee te maken. Wat wij deze aflevering gaan doen, jongens. We hebben dus een aantal nieuwe invites hebben erbij. Er zitten een paar mensen hier ook in de buurt. Er zitten hier mensen. En daar ga ik nog niet naartoe. Kijk, look at this. Dit is een mini farm. We gaan hier nog niet naartoe. Sommige mensen weten al wie daar zitten. Sommige mensen weten het nog. De meerderheid weet het nog niet. We laten dat ook gewoon lekker zo. We gaan er binnenkort langs. Ze hebben al echt een extreem grote base. De players hebben ook een base. Alleen iedereen is daar nu een beetje voor zich aan het gaan. Iedereen is een beetje solo en dergelijke. Wat helemaal niet erg is. Want ze hebben nu een 2000 bij 2000 als het goed is. Grote, ik weet niet precies 100%. Ze hebben in ieder geval een hele grote barrier nu om rond te gaan lopen en lekker te gaan bouwen. Dus ik laat hun nu waarschijnlijk even een weekje of twee weekjes even lekker gaan bouwen. Er komen ook gewoon meer invites aan. En dan gaan we wel weer gewoon terug naar hun. Want ik vind het altijd wel heel erg interessant om te kijken wat ze natuurlijk allemaal aan het maken zijn. We stopped by, so we did your and the lily so they can grow again. Oh my god. A lot of cookies though. Damn, dat is best wel nice. Want nu hebben we weer enderpearls. En eigenlijk had ik al één enderpearl gefixt. Want ik heb hier, zoals je al ziet, een socket remote gefixt. Ik ben ook bezig geweest. Dus daar ben ik nu eigenlijk mee bezig. Toen zet ik mijn opnames aan met mijn modular socket. En als het goed is, moet die werken. Tenminste, hier zit nu iron in. Hier zit nu tin in. Aan de twee kanten heb ik een input zitten. Oh, what the fuck? There we go. Ik heb aan beide kanten een input zitten. Ik heb aan de voorkant heb ik de output. En als het goed is, zou die het moeten doen. En aan de bovenkant heb ik trouwens de smelter. Hier energy output. Hier, jullie begrijpen het wel. Ik kan het voor de sake. Ik doe het gewoon zo. Hoppakee. Bam. Dan kunnen jullie ook even duidelijk zien wat ik nou precies heb gedaan. Ik leg hier die socket neer. Ik heb hier de multismelter. Die doe ik aan de bovenkant. Ik heb hier twee item inputs. Die doe ik aan de zijkant. Bam. En ik heb hier een item output, die doen we natuurlijk achter. En we hebben hier een energy, die doen we ook achter. Dus nu is alles geconnect, wat super chill is. Alleen, ja, de item output, right? We hebben een item output nodig, dat hebben we momenteel. Dus het gaat nergens naartoe. Het blijft nog in de machine zitten. En dat is niet wat wij willen. En dit kan ook allemaal weg. Ik weet niet eens waarom ik dit überhaupt nog hier heb. Get out of my way. We hebben alleen nog één node nodig. En dat wordt super lastig om te fixen. Want als wij nog één node hebben, dan kunnen we dat dus allemaal aansluiten. En dan kunnen wij eindelijk brons gaan maken. Want daarvoor doen we het allemaal. Want we hebben nog helemaal geen brons. Or whatsoever. Maar wij hebben nog een node nodig. Dus laten wij die even gaan maken. Het is een item node. En dan hebben we redstone en een pipe nodig. Als het goed is, hebben we gewoon nog sorting pipes. Right there we go. Transfer pipes. All the way. Super nice. We hebben wat redstone nodig. Woep. En wat een stone. Hebben we geen stone? Yes. Sure we do. En we hebben een chest nodig. That's it. Right. That's it. En ik heb geen chest. Good job, Sam. Hebben we dan nog wat wood? Hebben we nog wat logs? Wat wood? Oh my god. Dit is niet goed. We hebben helemaal geen hout meer. Oh, damn. We hebben echt helemaal niks meer. Oh, deze kan ik wel pakken, right? Yo, Sam, Nick VO hier. Dit is voor jou in de chat zit een cadeau. Je hebt cobble gen. Oh, ik hoef geen cobble gen, my friend. Ik heb zelf al echt te veel cobblestone, maar thank you very much. Ik bedoel, ik kan je chest goed gaan gebruiken. Oké. Komt wel goed. Cool, dus nu kunnen wij één item note gaan maken. Nee, dat kan niet. Wat missen we dan? Oh, we missen zelf de redstone. Ah, ik heb mijn transfer node item. Super chill. Dus die gaan wij nu hierop proppen. En wij gooien ons chest hierin. En nu moeten we iets doen met dit ding. En ik heb eigenlijk geen flauw idee wat. We moeten in ieder geval zorgen dat hij aangaat. Maar ja, ik heb, zoals ik al zei, dus werkelijk geen flauw idee. Wat je wel kan doen is dus dit. Je ziet dat het er nu in zit.
En aan deze kant zie je dat nu ook. Nee, dat zie je nu wel. Dus dat is goed. En ik neem aan dat ik nu dan ook hier moet klikken of zo. Wat de hel? Wat gebeurt er? Ik denk dat ik nu... There we go. Ik heb geen flauw idee of dit goed is. Oh my god, eindelijk! Eindelijk, hij werkt! Yay, oh my god. Ik denk dat hij werkt. Wauw. Werkt hij? Werkt hij? Alsjeblieft, laat hem werken. Hij stopt weer. Hij stopt weer. No. Hij gaf licht. Jullie zagen het allemaal. Hij gaf licht. Oh nee. Doet hij het? De stin? Oh my god. Ik denk niet dat hij... Ik denk dat hij gestopt is. Ik denk serieus dat hij gestopt is. No, don't stop. Waarom is hij gestopt? Dus hier zitten 63 koppen in. 63 tin. Er is één is gewoon verdwenen. Er is er eentje die is gewoon random verdwenen. Die zit waarschijnlijk nog hierin. Dus als ik dit doe... I don't know. Dit is de output. Dit is... Wat? Oké, dus dit werkt... Dit is echt super... Jullie zitten waarschijnlijk allemaal van... What the fuck is going on? En ik doe helemaal met jullie mee. What the fuck was dat? Ik weet ook niet wat er allemaal gebeurt. En... Oh, dit is niet goed. Oh, willen we niet hebben, hè? Oké, dus wat er eigenlijk nou aan de hand is... Ik heb hier koppen gedaan, ik heb hier tinnen gedaan, dus input. Dat moet dus allemaal bij elkaar en dat moet brons worden, right? Best wel logisch. Alleen dat doet hij het niet. Hij maakt geen brons. Dus ik ga voor de zekerheid even kijken. Brons, Engineer Toolbox. Dat is tin plus koper in een multismelter. En dan krijg je dus gewoon brons. Hij zou het moeten doen. En dat maakt niet uit. Hij zou het gewoon moeten doen. Multisnelder, module. Bam. Je zou brons moeten krijgen. Dus hij werkt wel. Dat is het mooie. Het zou moeten werken. Theoretisch zou het moeten werken. Alleen, dus dit is tin. Hij moet... Wacht, ik heb nu natuurlijk al brons hier zo. En dat is natuurlijk niet chill. Of alle koppen bedoel ik. Was het maar brons. Dat moet sowieso weer hierin. Als hij dat wil doen. Hallo? You wanna take it in, my friend? You wanna take it in? Even kijken. Hij moet op D staan. Dat is sowieso de juiste. Het is echt heel erg ingewikkeld hoe dit werkt. Oh shit, hij staat verkeerd. Ik weet eerlijk gezegd ook niet precies hoe het allemaal werkt. Ja, oké, nu doet hij het wel. Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe het allemaal werkt. Maar dat groene, dat telt eigenlijk voor wat voor inventory het is. Dus dit is inventory 1. Right, de link is inventory 1. Deze is als het goed is inventory 2. There we go, inventory 2. Zie je? Makkelijk. Hij staat op het tweede puntje. En deze staat op inventory 3. Nee, deze staat nu ook... Deze moet op inventory 3 staan. Right? Dit klopt. Hij zou het nu, als het goed is, moet hij het smelten. Want 1 en 2. Alleen dat doet hij niet. Dat is wat super vreemd is. Waarschijnlijk omdat deze op 3 staat. Laten we deze gewoon uitdoen. Denk ik. En je werkt geen flauw idee. Deze laten we gewoon zo staan. I don't care. I do not care. Dus wat we nu moeten doen is met die blauwe. Dus dan gaan wij naar tank mode als het goed is. En dan ga je maar wel gewoon wat klikken en hopen dat hij het doet. Nee, oké, we gaan weer naar groen. Dus we kunnen nu zien wat hier allemaal in zit, right? Er zit hier helemaal niks in. Er zit koper, zit tin en that's it. Alleen we moeten er nu voor zorgen dat hij gaat smelten. En hier zit allemaal niks in. Het zit er nu gewoon daar allemaal in. Maar hij smelt niet, wat het probleem is. Jongens, ik heb serieus hier een expert voor nodig. Ik begrijp het echt niet. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Maar blijkbaar heb ik het niet goed gedaan. Ik ben momenteel 20 minuten hier aan het kloten om dit te laten werken. Hij deed het voor 1 seconde. En daarna deed hij het niet. Dus oké, ik ga nog één keer even kort uitleggen. Ik maak hem even kapot. We gaan even helemaal overnieuw beginnen. Misschien is dat het beste. Ik ga gewoon stap voor stap even laten zien wat ik nou precies heb gedaan. Dus we leggen die gewoon... Gooi die daar neer. Wauw, moeilijke praatstam. Dan pakken we de item input. Wauw, waar is hij naartoe gegaan? Waar is hij naartoe gegaan? Where you at? There we go. Dit is de item input. Die stoppen we hier en stoppen we hier. Er zit momenteel nog helemaal niks in. Niks geconfigureerd ofzo. Energy hierachter. Wacht, dat was de energy toch? Dat was de energy socket, right? Was dat de verkeerde? Misschien was het wel de verkeerde. Nee, dat was sowieso de energy socket. Maar waarom connect hij niet dan? Boop. There we go, hij is geconnect. Nice. Er komt energie in. Inventory interface. Dus dit is de interface. Dan kunnen wij zien
wat er allemaal in zit, is logisch. Dit is de item output, dus waar de items uit moeten gaan. Dat is de onderkant. En dit is de multismelter, de blok waar het om gaat. Alright? Dus we gooien hier, gooien wij. En het vreemde is, dat mijn items gaan ook gewoon weg. Of zitten mijn items hier nog gewoon in? Als het goed is, niet. Nee, mijn items zijn gewoon ook gone. Dat is echt heel vreemd, want al mijn tin en al mijn koper die daarin zaten zijn helemaal verdwenen. Zijn gewoon gone. Dus dan gaan we gewoon weer tin. En jullie zien het waarschijnlijk nu al. There we go. Mijn tin gaat echt heel snel achteruit. Dus ik ga gewoon dit even halveren. Al niet halveren. Echt gewoon 16 ervan pakken, want god damn it, ik heb geen zin dat weer alles gone gaat. Oké, dus we gooien hier wat in. En we gooien hier wat in. Dat gaat nu hierin zitten. En zoals je al ziet, het neemt het nog niet in. Dat is mooi. Dus we gooien deze, gooien we op 1. Deze gooien we op 2. En als het goed is, neemt hij het nu wel in. There we go. En als het goed is, is het nu ook allemaal al ingenomen. Dus dan gaan we voor de zekerheid checken. Zoals je al hier zit tin in. Halen we deze weg. Bam. Daar zit nu koper in. Nice. Dat is hartstikke mooi. Dan moeten wij dit natuurlijk nummer 3 maken. 1, 2, 3. Dus hier is zometeen de output. Dat is mooi. Dat is ook wat we willen zien. En we kunnen hier nu zien wat er allemaal in zit. Dus hier willen we uiteindelijk iets uit gaan halen. I guess. Maar voor de rest gaan we deze nu even weghalen. Deze ook. En dan zetten we deze op 3. En dan moeten we deze dus nu ook op tank mode zetten. Als het goed is. Als het zo werkt. 1, 2, 3. I just don't know. Ik weet het gewoon niet. Oké, weet je wat? Dit werkt niet. Ik weet het niet. Het werkt gewoon niet. Geen flauw idee waarom het niet werkt. Hij zou het gewoon moeten doen. Wacht, ik ga eens gewoon de rode erbij halen. En wel, dat rode heeft denk ik ook echt helemaal geen zin. En we hebben nog paars. Dat kunnen we hier ook aanklikken. En je ziet die lichtjes daaronder. Zie je dan een beetje zo gaan. Alleen, dat heeft gewoon helemaal geen zin. Hij zou hier... Hier zou hij gewoon iets mee moeten doen. En dat doet hij niet. En ik begrijp ook echt niet waarom. En hier zit nog steeds al mijn stuff in. En dan hier beneden nog heb je natuurlijk ook nog groen. Wat nou als we deze uitzetten? En deze op 3 zetten. En dan de tank mode veranderen. Ik heb echt geen flauw idee. En nee, nog steeds niet dat hij dan zal werken. Maar you never know. Hallo? Hij doet het nu niet eens meer. There we go. Hij doet het ook niet. Dus... Ik heb tips nodig, jongens. Ik heb tips nodig. Als je denkt van, oh my god, Sam, zo werkt het. Nou, niet als je denkt. Als je weet dat het zo werkt. Let me know. Het zal super fijn zijn als ik eindelijk daarmee ook aan de gang kan gaan. Want dan kan ik koper maken. Of kan ik brons maken. En dat hebben wij dus nodig. Alright, guys. Jullie zagen het al. Ik heb mijn Ender Pearls. En de vorige aflevering had ik natuurlijk ook gezegd. Waar heb ik mijn Ender Pearls neergegooid? Oh, ik heb ze gewoon in mijn inventory. Haha, dat wist ik wel. Vorige aflevering zei ik natuurlijk van... Yo, hey, we gaan een ender chest maken. En dat is natuurlijk ook super belangrijk. Om een ender chest... What the fuck? Obsidian? Een obsidian. Waarom is dit niet gestackt? Waarom was dat niet gestackt? I don't know. Als het goed zou het automatisch moeten stacken. Mijn ender chest. Ik wil dus binnenkort een hele grote mining sessie gaan neerzetten. Wat mij super chill lijkt. Alleen ja, dat gaat nog wel wat tijd kosten. We hebben ook wol nodig. Het gaat nog wel wat tijd kosten. Maar ik wil daar wel gewoon lekker mee aan de gang. Kan ik met Magical Wood ook gewoon een chest maken? I don't care, to be honest. Oké, dat kan dus niet. Tot verbazing kan het niet. God damn it. Hebben we niet iets anders waar ik een chest... Ik kan gewoon geen chest maken. Een axe. Ik heb een axe nodig. Want wat wij even gaan doen ook meteen... we gaan niet meer echt iets super intens doen. Whatsoever. We hebben geen axe. Dus pak maar 3 diamonds. En een stick. 2 sticks. Hoppakee. We gaan maar gewoon een axe maken. Ik bedoel, why not, right? Why not? Bam. De axe is gemaakt. There we go. En wat we nu even gaan doen. We gaan terug naar mijn quarry. We gaan even een paar bomen hakken. We gaan even een chest dus fixen voor mijn ender chest. En dan gaan wij binnenkort een hele grote mining sessie neerzetten met ons ender chest. En ik denk dat het best wel heel chill wordt. Alright. Dus we gaan even kijken of er nog wat chills in mijn quarry zit. Dat is goed. Er zitten een paar dingetjes. Maar nee, niet echt waar ik denk van dat heb ik echt nodig. Hier, we hebben 2 chests. dat hebben we nodig. Dus dat is mooi. Osmium. Tindor. Dimlets. Ringetjes. Dingetjes zijn dan niet echt bijzonder of zo.
Voor de rest ook niet echt iets bijzonders waar ik echt denk van awesome. Laat even weten waar ik mijn volgende aquarium moet neerzetten, jongens. Misschien juist echt hier. Gewoon op de, in de Frozen Lake. Op de Frozen Lake. Of ergens anders. Let me know, let me know. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal gaan zeggen. En dan kan ik dit binnenkort ook weer gewoon allemaal meenemen. Wat best wel heel erg chill is. Ik ga dus in het weekend ga ik altijd PM Modpack hardcore. Ga ik livestreamen. En dan denk ik eigenlijk van Sam, waarom heb je dat er ineens over weer op de livestream? Nou, tijdens livestreams ga ik dus de grootste dingen doen. En de meeste dingen gaan doen. En waarschijnlijk ook. Ik zei dat ik altijd tijdens livestreams geen invites ga doen. Maar waarschijnlijk wel. Als ik mensen vertrouw, right, dan ga ik gewoon invite doen. Edel, look at this. Look at this. Wat we hebben gemaakt in een anderhalf uur. Dit allemaal. Dat is echt geweldig. En dat is precies wat ik dus aanstaande zaterdag weer ga doen. Ik ga gewoon zo'n huge ass project beginnen. En dat gaan we dan gewoon fixen. En waarschijnlijk iedereen op de server kan meedoen. En wellicht gaan we niet werken met temporary invites als iedereen gewoon online is. Maar dat gaan we allemaal wel zien. Boop, 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 boop. Oh, hoe gaat het met mijn ender lilies? Mijn ender lily is done, jongens. Look at this. Bam, krijg je gewoon een ender pearl uit. Boop. Dat is super chill. 86%. Auw. What the hell? Dat is niet cool. Als het goed is, zei Emin dat we regeneration krijgen. Maar ik merk er nou niet echt wat van, Emin. Ik merk er niet echt wat van. Dus we kunnen deze nu gaan maken. Bam, ik heb een ender chest, wat super chill is. En dan denk je waarschijnlijk van, zo, je hebt er maar twee, je hebt er twee nodig. Je hebt er twee nodig. Zo, je hebt er twee. Ja, ik heb ook twee nodig. Relax, guys. Relax. Blaze. We hebben als het goed is helemaal geen blaze rots meer. We hebben wel blaze power, maar geen blaze rot. Maar dit is mijn... What the fuck is dit dan? I mean... Dit is niet van mij, hoor. Ik weet niet van wie dit is, maar dat maakt niet uit wat we dan even gaan doen. Come on, random chest. Come on. We pakken wat vol. Right? We pakken wat lapis. Bam. Combineren deze twee. Woep. We gooien deze hier in het midden. Oh. Wel, ook. Oh, that's not how it works. Als het goed is, doe je het met vol, toch? Als het goed is, deed je het met vol. Ik denk niet dus dat je het meer met vol doet. Ik denk dat je het gewoon met lapis doet. Ik denk dat je het gewoon met lapis doet. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, maar ik hoop dat het dan alleen met lapis is. Misschien kan het niet meer. Dat zal wel heel vreemd zijn. Oh, there we go. Kijk, hij is blauw. En nu zit er niks meer in. Want dit is white, blue, white. En dat zijn codes. En ik heb dus white, blue, white. En deze is nu gewoon van mij. Alleen van mij. Niemand anders kan eraan zitten. Hahaha. Wel, eigenlijk iedereen kan eraan zitten die hier gewoon naar mijn eilandje komt. Naar mijn plekje komt, bedoel ik. Maar let's be real, dat gaat toch niemand doen. Cool. We krijgen superveel zink. Nou, ik weet dus niet wat we aan zink hebben. Maar we krijgen het. Wat, I guess, goed is. Wacht. Ik heb een idee. Dit gaat... Nee, dat gaat niet werken. Ik dacht, als ik hier tin en hier koppen gooi... Maar dat combineert natuurlijk niet. Ik moet misschien gewoon een andere smelter gaan fixen. Misschien is dat wel handig in plaats van dat ding. Van een andere smelter. Let me know in de reacties, jongens. Let me know in de reacties. Alright, dit kan allemaal. Gun. Bam, bam, bam. Alright, guys. We gaan nu een kijkje nemen bij iemand. Oh my god, we gaan eindelijk een kijkje nemen bij de players. Oh my god, zo ben ik... Nee, we gaan niet een kijkje nemen bij de players. We gaan een kijkje nemen bij Erwin. Erwin heeft dus blijkbaar al superveel gemaakt. En ik ben er gewoon heel erg benieuwd. Dus we kunnen ook naar de nieuwe spelers gaan. Dus er zitten een paar spelers hier in de buurt bij mij. Daar gaan we dus nog niet naartoe. Ik wil het een beetje als... wel, niet als verrassing hebben. Maar ik wil meer daar naartoe als ze heel erg veel hebben gemaakt. Ze hebben al echt heel erg... Ze hebben al meer gemaakt dan iedereen bij elkaar, denk ik. Ik was dus net... is echt insane veel hebben ze al gemaakt. Like, what the fuck. Echt heel erg veel. En ik ga... Dat is eigenlijk ook wat ik probeer niet te doen. Is juist zoveel mogelijk maken. Want als jij heel veel dus in het eerste maand doet. In de eerste maand ga je echt heel veel. Dan daarna heb je het wel gezien. Daarna zit je al heel snel van... Oké, weet je wat? Laat maar. En vooral met de serie. Als je het op YouTube doet. Moet het nog steeds interessant zijn. Dus ja. There you go. Bam, bam, bam. Across the mountain. En daar vinden we, als het goed is, Erwin's base. I hope, I hope. We gaan het allemaal meemaken, jongens. We gaan het allemaal meemaken. Ik hoop dat hij echt heel veel nieuwe dingen heeft. Misschien kunnen we ook binnenkort iets leuks voor Erwin gaan maken. Dat we aan Erwin's huis gewoon heel hard gaan werken. Gewoon echt heel veel gaan doen. In Wow, look at this, jongens.
Look at this. Dit heeft Evan dus allemaal gedaan. Kijk, dit is een awesome base, my friend. Dit is een awesome base. Dit ziet er raar en vreemd en geweldig vet uit. Large bloodstone bricks. Nou, hij heeft hier dus allemaal een lava generator. Hij heeft hier automatisch allemaal lava. En zoals je al ziet, hier zit gewoon ontiegelijk veel energie. Hij heeft het gewoon unlocked, right? Hij is gewoon done met de energie. Want als je zoveel lava kan genereren, dan ben je gewoon done for life. Wow, Evan, this is amazing, man. This is amazing. Holy guacamole. Het ziet er vet uit. Dus hij heeft overal van deze blood rituals. En dat zijn dus allemaal rituelen. Bijvoorbeeld dat er oneindig water ligt, oneindig lava ligt, oneindig dit kan laten groeien. Dan leg je deze neer. En als het goed is, groeit hij dan super snel. Ik weet niet wat dit allemaal is. Hij heeft een pretty sick house, jongens. Hij heeft een pretty sick house. Ziet er goed uit, Erwin. Love it. Geweldig vet. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik check jullie gewoon de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van de PR Modpack. Als je hem leuk vond, vergeet natuurlijk niet het blauwe duimpje doen. Check jullie nog de volgende keer nogmaals. En ik zeg, peace!